je hebt een as. Met aan de ene kant controle en aan de andere kant begrip. En ik denk in de tijd van Jan was dat begrip heel groot. Op twee manieren. Dus wel begrip in de zachte zin van ik laat je misschien ergens makkelijk in mijn weg komen. Maar ook begrip in de harde zin dat er een heel diep begrip was van wat die mensen bewoog. Wat hun idealen waren, wat hun ideeën waren. Mm-hmm. En nou ja, ik denk dat het een interessante vraag zet als wij nu helemaal aan die controlekant gaan zitten, die ik goed vind. Of wij dan ook genoeg ruimte houden en genoeg bestuderen waarom doen die 150 mensen eigenlijk wat ze doen. Waar dromen ze van? Waar twijfelen ze over? En die kant is denk ik nu minder.